Ik ga je vertellen over het nieuwe product. Even wachten, ik moet even hier. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 en vanaf juni 2020 ben ik een van de communicatiepersonen voor de mensen in Nederland. We brengen Nederlandse contacten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en dit is een van de laatste ontwikkelingen wat binnenkort gaat komen. We weten allemaal dat er wereldwijd een groot milieuprobleem is. Daar heeft onze transportsector ook heel veel mee te maken en die dragen heel veel bij aan de uitstoot van gassen. En daardoor is er veel luchtvervuiling ontstaan. De heer Anatoly Janinski heeft op meerdere terreinen onderzoeken gedaan en hij heeft fantastische producten gaan ontwikkelen. En een van die nieuwe producten is het Uterra-product. En dat is goed voor onze bodem, want daar verbouwen we toch ons voedsel op. En we gaan het op een heel natuurlijke manier ondersteunen. Zullen we dan kijken? Rechtsonder UST-transport. Dat is waar we jullie al heel veel over verteld hebben. Er zijn vier verschillende dingen. Bovenin rechts zie je Uterra biosferische landbouw. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Linksboven de energie en linksonder de cities, dat komt later. Maar de Uterra landbouw, daar ga ik u nu alle nieuwe ontwikkelingen van vertellen. Want onze bovengrond zit vol met micro-organismen. Dat zegt ook Anatoly Janinski in zijn filmpje wat je hierna gaat zien. Mineralen en natuurlijke elementen zonder welke het leven op aarde onmogelijk zouden zijn. En humus is een belangrijk onderdeel voor de plantengroei en de productie van milieuvriendelijke producten zonder chemische onzuiverheden, nitraten en kankerverwekkende stoffen. Hij heeft het ontwikkeld, de bodem elixir Uterra. Dat verhoogt de vruchtbaarheid tot 50%. Dat is de vruchtbaarheid van de grond tot 50%. En Uterra is een natuurlijk organisch bodemtoevoeging. Er bestaan de problemen die er zijn, dat is dat de grond nogal snel uitgeput wordt. Onder invloed van chemicaliën en ook door intensief gebruik raakt de vruchtbare grond snel uitgeput en afgebroken. En na verloop van tijd stopt de grond met het produceren van dezelfde hoeveelheid gewassen, verslechtert hun kwaliteit en gaan nuttige eigenschappen verloren. Er zijn oplossingen die het gebruik van meststoffen die uniek zijn in de samenstelling en eigenschappen heeft, want Anatoly Janinski heeft een apart soort regenworm gefokt. Er werd een bodembank samengesteld van ecologisch schone regio's. Ik heb onder andere ook uit ons land, Nederland, een stuk grond, 3 kilo grond meegebracht om hem vanuit de Nederlandse grond te kijken hoe dat was om die te verbeteren. Hij heeft de gepatenteerde voedingsformule ontwikkeld hiervoor. En het eindproduct is de bodem elixir Uterra op basis van vloeibare humus en de organische bodemgrond biohumus Uterra. Dat is op basis van losse biohumus, de grond in feite. Uterra heeft dus de 2 hoofdproducten. De Uterra biohumus is een organische bodemgrond op basis van losse biohumus. Dat wordt verkregen als gevolg van de verwerking van organisch afval door speciale soorten regenwormen en heeft een hoge concentratie aan bodemmicro-organismen. En dan de Uterra bodemelixir op basis van vloeibare biohumus, dus de vloeibare. Het is een biologische actieve voedingsstof voor planten die oplosbare humusachtige bodemoplossingen, foliumzuren en een volledige reeks agronomische waardevolle micro-organismen in een hoge concentratie bevatten. Het unieke van het Uterra biohumus is dat er meer dan 1000 soorten nuttige micro-organismen zijn voor de bodem. 105 ecologisch zuivere gebieden zijn er waar bodemmonsters zijn genomen en van 5 continenten. Dus dat is wel heel veel, hè? Bijna heel de aarde. Ik ga een beetje te vlug. De omschrijving van de Uterra elixir is dat het een biologische plantenvoeding is die oplosbare zouten van humuszuren, fulinumzuren, humine en een hele spectrum van agronomische waardevolle micro-organismen bevat met een hogere concentratie dan zelfs in de rijke zwarte grond.
En de Utera humus, die verhoogt het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen. Het beschermt planten en bodem tegen ziekte en plagen en het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen. Het is getest en volgens een bepaalde procedure, volgens speciale specificaties, onder dit nummer wat je daar ziet staan. En het product vertoont een hoge efficiëntie en kan worden gebruikt voor milieuveilige teelt van gewassen en herstel van de bodemvruchtbaarheid. Dan is het nog gepatenteerd op een aantal nummers. Dat kun je hier ook zien staan. Ga ik allemaal maar niet opnoemen. Een team van hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs die gespecialiseerd in biotechnologie, agronomie, chemie en ecologie zijn, werken aan de promotie van dit Utera-product. Bij het ontwikkelen van het elixir Utera en het produceren van de biohumus werden nationale en internationale normen gevolgd. Er wordt samengewerkt met instituten van de Nationale Academie van Wetenschappers en buitenlandse onderzoeklaboratoria. En veldtesten hebben de hoge efficiëntie van het elixir Utera bewezen en de mogelijkheid om met het gebruik ervan groentegewassen met hogere opbrengsten te telen. De biohumus, het is een natuurlijke organische toevoeging voor de bodem. Dat wordt verkregen als resultaat van de verwerking van zorgvuldig geselecteerd organisch afval door speciale soorten regenwormen en dat in een hoge concentratie aan bodemmicro-organismen bevat. Het biohumus bevat een volledig complex van mineralen, enzymen, vitamines, evenals macro-elementen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van de planten. Het is in elke concentratie onschadelijk, wat bewezen is tijdens onderzoeken en tests op verschillende soorten gewassen. Biohumus wordt gebruikt voor de productie van het bodemelixir Utera. Het wordt als een zelfstandige stof gebruikt. Om de werking van het herstel van verarmde grond te vergroten, wordt er aanbevolen om biohumus in combinatie met het bodemelixir te gebruiken. Utera is een universele bodemverbeteraar, omdat het niet alleen geschikt is voor alle planten, maar ook voor verschillende grondsoorten. En dan zie je hieronder op open grond dat je niet minder dan 15 tot 100 gram per 1 vierkante meter van het oppervlak nodig heeft. En aan de rechterkant van de beschermde grond kan het nog een mindere hoeveelheid zijn, dat dat al goed is voor de bodem om het te verbeteren. De voordelen van het gebruik van biohumus is het versnelt de kieming van zaden en verhoogt de kieming ervan. Om de gezondheid en de vruchtbaarheid van alle bodemsoorten te genezen en ook te verbeteren. En het versterkt de natuurlijke smaak. Het versterkt ook de natuurlijke fruitsmaak en het draagt bij aan de productie van lekkere, gezonde en milieuvriendelijke producten. De teelt van landbouw, fruit, groente en bessengewassen voor inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten, die hebben hier de eerste voordelen van, want daarvoor wordt het als eerste instantie gebruikt en geproduceerd. De voordelen verder: het verhoogt de vruchtbaarheid met 35 tot 50%. Het verhoogt de weerstand van planten tegen ziekte en extreme temperaturen. Het verhoogt het gehalte aan vitamines, aminozuren en mineralen. Het vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. Het beschermt tegen ziekte en ongedierte. Het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen en normaliseert de zuurgraad ervan. Het project voorziet in geïntegreerde ontwikkeling van biologische landbouw op de volgende gebieden. Productie van zeer effectieve organische bodemmeststof voor planten met de Utera bodemelixir. En de productie van de Utera losse kruimelige biohumus, dat is nog een aparte, gebruikt er ook voor. Aanvullend is er de teelt van landbouwgewassen voor fruit, aardbeien, druiven en mango's, groenten, tomaten, komkommer, kruiden en microgroenten en bessengewassen. Die hebben ze al getest. De biologische veehouderij, de kwartelhouderij dus, en de teelt van waardevolle en medicinale paddenstoelen en planten. Heel veel. De implementatierichtlijnen voor de duurzame biocluster
De productie van natuurlijk milieuvriendelijk voedsel, het gebruik van natuurlijke ingrediënten in elke technologische en landbouwfase, een afvalvrij gebruik van alle soorten grondstoffen en componenten in elke fase, het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden binnen één seizoen, het toepassen van een praktische aanpak, rijke ervaring en wetenschappelijke kennis is opgedaan tijdens 6 jaar onderzoek. Er is veel vraag naar de biohumus elixir en ook naar de biohumus zelf. En het kan gebruikt worden op de boerderij voor verbouw van gezonde en smakelijke groenten, in de particuliere landbouw voor de verkoop en verbouw van natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden en in de bloementeelt. Houdt u bezig met de selectie van bloeiende planten thuis, kassen en kascomplexen. Dus het is voor alle mogelijke varianten van groei belangrijk. De tests en conclusies. Utera bijvoedingen zijn getest op gewassen die onze landbouwgronden en achtertuin in onze landbouwgronden en achtertuinen geteeld zijn. Utera bijvoedingen zijn voorzien van een internationaal veiligheidsinformatieblad. Het zal door patenten worden beschermd. De resultaten van het gebruik van Utera bijvoedingen in 2022 was een opbrengstverhoging, een smaakverbetering en het verhogen van de stressbestendigheid van de planten. Het is een 100% organische meststof. Het garandeert een milieuvriendelijk gewas, stimuleert de natuurlijke activiteiten van nuttige micro-organismen en enzymen, het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden en is in elke concentratie en op elke bodem volkomen onschadelijk. Het verhoogt de opbrengst van 35 tot 50%, het versnelt de plantengroei, het onthult en versterkt de natuurlijke smaak en geur van fruit. Het vermindert het gehalte aan nitraten, radionucliden en zware metalen. Er is veel vraag naar de bodemelixer, bodemhumusextract en de biohumus. En op thuisboerderijen en bij huishoudens kan het gebruikt worden. En het is een kweek van gezonde groenten, fruit en bessen voor persoonlijk gebruik, versnelde groei. In de particuliere landbouw voor kweek en verkoop van natuurlijke producten zonder chemische toevoegingen en onzuiverheden, verbetert de smaak. En in sierteelt kunnen thuis in kassen en in serres prachtige, felgekleurde, bloeiende planten gekweekt worden. En het verlengt de bloeitijd. De bodemelixer is een van de belangrijkste exportproducten met een hoge toegevoegde waarde. Het product is reeds gevraagd op de binnenlandse markt en is relevant en concurrerend. Dat is in de Emiraten dan, hè? Maar het is ook al vertegenwoordigd in winkelketens. Op 14 overeenkomsten zijn er ondertekend. Er is vooruitzicht op uitbreiding ervan. Er zijn verdere systematische toegang tot internationale markten. Het gebruik van de Elixir Utera en natuurlijke biohumus zal de vruchtbaarheid helpen te verhogen en gezond en milieuvriendelijk voedsel te gaan verbouwen. De producten worden merkbaar lekkerder, de planten worden geuriger en de vruchtbaarheid van de bodem blijft jarenlang behouden. Als je dan kijkt naar de biosfeercluster, de voedselveiligheid en de voedselzekerheid, de duurzaamheid en de geïntegreerde afvalbeheer, dan zie je dat de verwerking van huishoudelijk afval in 2025 tot 75% verminderd kan zijn en tegen 2035 zelfs met 85%. En van het huishoudelijke afval kan het tot 1,4 kilo per persoon per dag in 2025 verminderd zijn. Dat is al een grote verbetering, want 2025, over 1 derde jaar is het 2025. Hè? Of zo, 1 derde jaar, sorry. Ik zat aan 24. Een geschat aantal werkplekken. Maximaal 40 personen kunnen hier werken. En met een presentatie tot 10.000 liter per dag. Er is onderzoekwerk gedaan de afgelopen 10 jaar. En het team van wetenschappers van de bedrijvengroep van Janinski hebben uitgebreid de samenstelling van de bodem en de circulatie van de macro, micro en ultramicro elementen en tussen de levende organismen bestudeerd. Inclusief ook de woestijnbodems. Als je dan kijkt
De initiële vruchtbaarheid 50 kg per jaar bij 1 vierkante meter kassaoppervlak. Initiële prestatie 100 ton organische producten per jaar en 300 ton na 5 jaar. Er is een gefaseerde verhoging van de opbrengsten gepland gedurende de eerste 5 jaar. Want door het gebruik van het bodemelixer Utera, de losse biohumus en de verbeterde technologie voor de gewasproductie kan dit gerealiseerd worden. De implementatie van duurzaam biosfeercluster in de Verenigde Arabische Emiraten laat het volgende zien. Het produceren en verkopen in de Verenigde Arabische Emiraten en op de wereldmarkt van organische meststoffen, zeer effectieve en zeer winstgevende producten, de losse biohumus en de bodemelixer Utera. De inwoners van de regio van voldoende hoeveelheid hoogwaardige milieuvriendelijke producten gaan voorzien, en de levenskwaliteit te verbeteren door de economische diversiteit en welvaart te bevorderen, evenals het behoud van ecosystemen en milieugoederen en diensten. Als je dan kijkt naar het productschema, is het de aanvoer van turp, de extractie van humuszuren, dan de optimalisering van de samenstelling, de correctie van de zuurgraad, daarna de introductie van bacterieel inoculum, en daarna de verwerking tot de bodemelixer. En elke fase van de ontwikkeling van het elixer vindt plaats onder zorgvuldige kwaliteitscontrole. En bij de productie worden er geen kunstmatige gesynthetiseerde chemicaliën gebruikt. Heel belangrijk. Dit is Anatoly Janinsky. Hij is de persoon die dit heeft ontwikkeld. Hij is ondernemer, wetenschapper, zakenman, heeft al heel veel ontwikkelingen en belangrijke baanbrekende uitvindingen op zijn naam staan. En hij is ook de auteur van het stringtransport van Janinsky Stringtechnologie. Hij heeft ook sinds kort, is hij erelid van de oudste ingenieursorganisatie in de Verenigde Staten. Die hebben ook al gezien wat hij kan. Hij heeft daar een onderscheiding gekregen. En zij zeggen, de activiteiten die hij doet zijn geweldig en de ASCE-activiteiten zijn eigenlijk gericht op het verbeteren van het welzijn van mensen. En ook alle ontwikkelingen van Anatoly Janinsky zijn in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de hele mensheid, ongeacht in welke regio waar ze ook wonen. En dat is heel mooi dat hij als erelid is geworden. Dat is zo geweldig, is hij ook echt trots op. Dit zijn de twee personen die verder ook samenwerken en de echte vertegenwoordigers zijn van onze Skyward gemeenschap. Alexi en Evingi, dat zijn de belangrijkste mensen waar we ook alle informatie altijd van krijgen. Zij zijn hoofd van het sociale venture systeem van Skyward Community en een hoofd van het sociale ondernemingssysteem, Evingi. En dit is de persoon die in het Midden-Oosten de Utera verder gaat promoten. En dat is Eugenie. De achternamen ga ik mijn eigen manier aan wagen, want dan denk ik niet dat ik het goed uitspreek. Hier zie je ze staan op de locatie waar er gebouwd zou gaan worden. En dat is in het Emiraat Ras Al Khaimah. En dat is de economische zone van Rakesh. In het Emiraat Ras Al Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten. En hier zie je alle belangrijke personen. Tweede van rechts is Anatoly Janinsky. En de andere drie, dat zijn de mensen waar ik daarnet de foto's van heb laten zien. De totale oppervlakte van het duurzame biosfeercluster, waar ze de grond in ze hebben, is 3,2 hectare. En om te weten waar het plaats ligt, dan zie je het plaatje rechtsboven. Dat is het puntje van de Arabische Emiraten. En daar waar het pijltje is, daar is de locatie waar dit gebouwd gaat worden. En het mooie is dat daar helemaal bijna geen industrie is. Hele zuivere omgeving en alles meer. Dat is ook weer goed voor de verbouw van de producten. Rakesh is een van de grootste economische zones. Ze hebben meer dan 770 toonaangevende productiebedrijven uit 100 landen. En er zijn 50 verschillende industrieën. En de locatievoordelen zijn mogelijkheid om kosteneffectieve oplossingen te gebruiken bij de implementatie van het project. En hierna belangrijk, comfortabele belastingheffing en nabijheid van grote logistieke punten. De samenvatting van het Utera Elixir is het verhoogde opbrengst met 35-50%. Het verbetert ook de bladpigmentatie van de plant.
Het versnelt de plantengroei en verbetert de smaak. Het verhoogt het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen. Het vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. En het beschermt tegen ziekte en plagen. Je eten zal beter smaken. Je planten zullen smaakvoller zijn en je grond zal jarenlang vruchtbaar blijven als je dit gebruikt. Gewoon ook voor privé voor jezelf, hè? De voeding wordt merkbaar lekkerder en de planten aromatischer. Dus ook de smaak zal verbeteren. We kunnen samen de aarde rijker maken. De Utera Solar Elixir is gemaakt van duizenden zorgvuldig geselecteerde soorten nuttige microorganismen. Om een gezonde omgeving voor micro-organismen te ontwikkelen, wordt een unieke voedingsformule van de auteur gebruikt, die zelfs ook honing bevat. Hoe breng je bodemelixir aan? Het wordt op twee manieren in de vorm van een waterige oplossing aangebracht. Het kan via de wortel en het kan via de bladeren. Dit zijn een aantal certificaten die er zijn afgegeven. En de kwaliteitsbeoordelingen zijn verstrekt door het Instituut voor Bodemkunde en Agrochemie op 4 augustus 2022. En het Staatswetenschappelijk Instituut voor Milieubeheer van de Nationale Academie van Wetenschappen heeft het op 3 augustus 2023 ook beoordeeld en de goedkeuring verstrekt. En daardoor kunnen wij dit nu gaan promoten en straks ook het zelf gaan gebruiken. Als je dan kijkt, de uitvoering van het project. Stap 1 is de bouw van de fabriek. Die kan nu gestart worden. De verhuur van de grond, van de bouw voor de grond voor productiefaciliteiten. Ook een stuk grond is dat van 3,2 hectare. Het is gepacht op het grondgebied van Ras Al Khaimah in de Verenigde Arabische Emiraten. In dat puntje was dat wat ik daarnet zei. En de uitvoering van het project in stap 2, dan start de productie. Dat is opzetten van een volledige productieproces met uitzicht op schaalvergroting. En ook de mogelijkheid om over de hele wereld soortgelijke fabrieken uit te breiden en te bouwen op basis van een kant-en-klaar bedrijfsmodel. Er zijn investeringsmogelijkheden voor financiële ondersteuners om het fabriek te bouwen. Het bouwproces zal snel van start gaan nadat de eerste bedragen binnen zijn. Ik weet dat die inmiddels al binnen zijn. Als je dan kijkt voor de biosfeercluster, dan hebben ze een investering nodig van 20 miljoen aan totale investering. Ze hebben een eenvoudige terugverdientijd van 1,79 jaar en een dynamische terugverdientijd van 1,95 jaar. Dat wil zeggen van de start van de projectimplementatie. Die voorziet in maximaal 2 jaar van de pre-investeringsfase, de nulfase, dat telt. Dus zo gauw als er geproduceerd kan worden. Er gaat heel snel gebouwd worden met die fabriek. En die hopen ze ook snel klaar te hebben. Belangrijke principes van het project. De toepassing van een praktische aanpak gebaseerd op de opgedane ervaring en wetenschappelijke kennis. Het is een afvalvrij gebruik van alle grondstoffen en componenten. Er komt voor alle ondersteuners de mogelijkheid om geld te geven voor het bouwen van een fabriek om de geïntegreerde ontwikkeling van de biologische landbouw in alle landen verder te helpen. Zij kunnen jaarlijks tot 50% ontvangen over de winst van het bedrijf en het bouwproces zal snel van start gaan, maar de winst is natuurlijk afhankelijk van het investeringsvolume en ook van de verschillende deelnemersrondes. Als je daar meer over wilt weten, dan zijn wij daarvoor bereikbaar, Earl en ik. Hier heb je onze telefoonnummers daarvoor, want wij kunnen in deze korte tijd natuurlijk niet alles vertellen. De belangrijkste dingen zijn verteld en als je meer wilt weten, dan staan we altijd, zijn we bereid om jullie te woord te staan, om jullie van meer informatie te voorzien. Dan gaan we nu ook nog even kijken naar een filmpje. Ur zal het van mij opzetten, want daar ben ik niet zo goed in. Dus dan filmp je deze plaatjes die hier staan, die zul je daar ook in het filmpje terugzien. En het is gewoon heel leuk. Dus ik zou zeggen, kijk naar het filmpje. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht. En alvast afscheid van jullie nemen. Jullie kunnen het filmpje bekijken. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor je aandacht. En tot de volgende keer. En ik ga ook lekker het filmpje gezellig samen met jullie bekijken. Thank you.
Еще более двух. More than 2,000 years ago, the ancient Greek historian Herodotus argued that the prosperity and vitality of a society is determined by the condition of its land, fertile soils. Until the end of the 19th century, life and soil were inseparable, giving people everything they needed for the healthy development and improvement of the species. However, in the 20th and 21st centuries, there has been an increasing use of mineral fertilizers and pesticides in agriculture, which leads to a catastrophic deterioration of the biogeocenosis of soils and food grown on these soils. In fact, we are destroying the immune system of the biosphere, our common cosmic home, planet Earth, the living fertile soil. We are destroying it with chemical fertilizers, toxic chemicals, and technological wastes of the whole Earth industry. But in this way, we first of all destroy our own health. When the first living organisms appeared on the planet millions of years ago, the Earth's nature found a way to utilize their waste products. Organic waste was processed into new organic nutrition, fertile humus, with the help of soil microorganisms, complex and indistinguishable to the simple eye biofactories. There should be at least 100 billion of them in each kilogram of fertile soil, and several thousand species, both aerobic and anaerobic, each of them has its own narrow specialization in processing organic waste. Thus, the waste products of all living organisms in the course of biospheric evolution became the main nutrition for plants. The chaotic development of agricultural engineering has caused food to grow in one place and organic waste, including sewage, to be generated in another, thousands of kilometers away. At the same time, the removal of nutrients from the planet's living fertile soil, billions of tons annually, is not compensated for. Only three chemical elements, nitrogen, potassium, phosphorus, are mainly brought back into the soil. Although plants take more than 80 elements from it during their growth, mainly from natural organic matter, that is, fertile humus. Moreover, simple and soluble chemical fertilizers produced by industry are applied to the soil of agricultural lands, but not complex organic insoluble humates created by life, as it was during hundreds of millions of previous years of evolution of life and the Earth's biosphere. The average person eats about 700 kilograms of food per year. As a result of metabolism, each person releases almost the same amount of waste into the environment. If this waste is converted into biohumus and put back into the soil where the crop was grown, the natural cycle of living matter, which was broken by mankind in the 20th and 21st centuries, will be restored. And global transportation infrastructure, energy, urbanism, and agriculture. I proposed a global concept of world reorganization to free millions of square kilometers of soil rolled up in asphalt and buried under sleepers. The freed territories, equal in area to the six republics of Belarus, will be returned to the actual land user, the Earth's biosphere. The fertility of these lands can be restored only through biohumus. Humus
is the insoluble salts of humic acid, the main organic part of the soil that contains the nutrients that plants need. If you have ever dug into the soil, you have probably seen that the top of the soil is a darker layer with a lot of roots and half-decayed plants. This is the humus layer, a living and fertile layer. Humus improves the physical properties of the soil and is an excellent storehouse of nutrients. It increases a strong soil structure, which ensures favorable circulation of water and air. Humus creates favorable conditions for the development and further activity of various useful soil microorganisms, both aerobic and anaerobic, as well as for earthworm, which performs the function of soil stomach. There should be at least 1 million of them on each hectare of meadow. The more worms, the more fertile the soil. The energy stored in lignite and oil shale is the relic solar energy received from our luminary by living organisms that lived on the planet 100 to 450 million years ago. Consequently, oil shale and lignite can be used not so much for generating electrical and thermal energy as for obtaining relic living humus, the basis of fertility of any soil. As such, biohumus will have the same chemical composition as an ancient tree that took everything necessary for life from the ancient relic soil. I have developed the following technology to produce biohumus. First, combustible minerals such as coal are burned, but not completely. Then the combustion waste, ash, slag, sludge, dust, flue gases, is mixed with half of unburned oil shale or lignite. Then, raw materials of organic origin are added to it, meaning modern raw materials, grass, peat, sawdust, manure, including organic household waste. The resulting multi-component mixture is finally processed into living fertile humus in bioreactors through special soil microorganisms. We take such microorganisms from the World Soil Cluster, which is a collection of fertile soils, untouched by the plow, collected from more than 100 regions of the planet on the territory of Unisci Farm Enterprise in Marina Gorka. The technology of relic solar bioenergy allows production of more than 1 ton of biohumus from 1 ton of brown coal. 1 ton of humus will enable to grow more than 1 ton of organic food. Therefore, annual extraction of 10 billion tons of brown coal and oil shale, which is approximately equal to their production by the end of the first quarter of the 21st century, will not only provide energy to 10 billion people at the rate of 2 kilowatts per person, but will also grant an opportunity to feed them with healthy and healing food. Moreover, it will allow us to stop desertification of the planet and annually raise the productivity of poor and desert soils to the level of black soil on the territory of about 30 million hectares, which exceeds the area of most European countries. Firstly, biohumus is at least 10 times more productive than any organic fertilizer. It contains a complex of nutrients, macro, micro, and ultra-micro elements, enzymes, and growth hormones, as well as humates and soil antibiotics. All this is necessary for proper growth and development of plants. Secondly, it is impossible to saturate the soil with biohumus. Throughout the entire development cycle, the plant will take as much nutrients as it needs. In each kilogram of organic biohumus lives up to 10 trillion beneficial bacteria, while, for example, in manure, there are only 200 to 300 billion. Thirdly,
Biohumus surpasses conventional organic fertilizers such as manure, poultry manure, sapropel, and peat, which have been known for thousands of years. Unlike manure, biohumus is safe. There are no pathogens or fly larvae in it. Biohumus does not contain nitrates, heavy metals, pathogenic microflora, and weed seeds. Compared to even the last century, there is very little natural humus left on Earth, which has been accumulated over millions of years. Every year in the world, 12 million hectares of land turn into deserts, and 25 billion tons of fertile soil are lost. Therefore, mankind faces the urgent task of restoring the soil by creating new, living and fertile biohumus. From 300 trillion tons of organic matter of oil shale, we can get about 450 trillion tons of living humus with humidity of 50 to 60%. Adding about 10% of humus, this is the average value of humus content in fat black soils, to the top fertile layer of soil 30 to 40 centimeters thick, will be enough to turn 15 billion square kilometers of land into black soil farmland, which exceeds the land area of the Earth about 100 times, and the area of the entire surface of the Earth 29 times. Thus, the entire planet's land area can be turned not into a desert, but into a blooming garden, planted on the most fertile and life-perfect soil, rich black soil. Such bioenergy will be virtually free for mankind, as the waste it produces, fertile humus, which will cost more on the market than oil, will pay for the production of electricity and heat. Healthy soil will allow the cultivation of organic and safe food, which will reduce many diseases and improve the life expectancy of every human being. Today, all the above experiments have been successfully conducted in the Republic of Belarus on the territory of Unitsky Farm Enterprise in Marina Gorka, and we are ready to share with the world this unique nature and human-friendly biotechnology.